als iemand thuis voelt, in prettig voelt in Amsterdam, ook in de HVA, dan gaat hij beter presteren. 7 jaar geleden ben ik gevlucht uit Syrië, omdat ik zoek was naar een veilige plek. Amsterdam is eigenlijk nu mijn eerste huis, zeg maar. En ik probeer altijd een positieve impact te hebben in de maatschappij. Ik loop stage bij Innovatielab op de Hogeschool van Amsterdam. En ik ben bezig met een hele wijk energie-neutraler maken in Amsterdam-Noord. Hoe kunnen wij wat wij nu al hebben laten werken op een betere manier? Want dat is eigenlijk de vision van Amsterdam 2030. Alle wijken in Amsterdam neutraler te maken. En daar draag ik erbij, omdat dat de toekomst is van mijn stad.